Welkom bij Mystic Angel Rara Tarot. Ik ben Rara. Dit is de maandelijkse reading voor de maand december 2022 voor de kreeft. Ik heb de kaart al gelegd. Ik ga gelijk beginnen met de reading. De energiekaart is Animal Guardian. Trust your instincts. Dus vertrouw op je instinct. Ja? Jouw intuïtie, jouw instinct, die vertellen heel veel. Dus luister goed naar je intuïtie en je instinct. Ook op je vertrouw ook op je krachtdieren als je die hebt. Krachtdieren zie je meestal in dromen of je ziet ze ook gewoon echt, in het echt. Dus kijk wat ze je willen vertellen. Je kan de spirituele betekenis van de dieren kan je altijd opzoeken op Google. Dus dan weet je wat ze inhouden en wat ze betekenen voor jou. Ja? Dus dat is voor de komende. Dat is voor de maand december. Dan heb ik hier begeleidende boodschap. Healing the past. I step into my future with strength and clarity. Het verleden mag je loslaten. Er vindt daar sowieso heling plaats. Leer van het verleden, maar leef in het hier en nu. Zodat je wat meer kan genieten van het leven. En laat de toekomst maar gewoon los. Ja? En dan zal je zien als je gewoon met de flow meegaat, dat alles gewoon op zijn plek gaat vallen en dat het gewoon goed komt. Dan heb ik hier afwijzing. Dat betekent dat jij je heel vaak afgewezen voelt door wat er in jouw leven gebeurt. Hou nog even vol, dat blokkeert jou gewoon en waardoor je gewoon niet lekker in je vel voelt, in je vel zit. Maar hou nog even vol, want er komt wel iets nieuws aan vanwege die afwijzingen. Ja, je wordt begeleid voor jouw schuldgevoelens die je hebt. Dat je misschien niet voor iemand bent of dat je niet voor iemand kan zijn, omdat je zoveel werk hebt. En dat je mag ook eerst voor jezelf zijn. Dan kan je voor een ander zijn. Oké? Dus laat die schuldgevoel maar lekker los. Wat je wel hebt losgelaten is het verdriet. Je was heel erg verdrietig in het verleden. En dat heb je wel losgelaten. Je hebt ook het slachtofferrol heb je ook achter je gelaten. Er heeft ook heel veel heling plaatsgevonden. Waardoor jij dus meer in je kracht bent komen te staan. Doordat je gewoon goed voor jezelf gaat zorgen. Dus je gaat wel uit de slachtofferrol komen. Uit het schuldgevoel. Uit die afwijzing, ja. Daar ga je allemaal uitkomen. Ik zie dat er een wonder gaat gebeuren waardoor jouw licht meer gaat schijnen. Ga meer werken aan jouw innerlijke rust. Ja. Je wordt door de mist... Zie jij niet meer waar je naartoe moet. Maar je wordt begeleid. Je ziet hier een jongetje en een opa. De opa begeleidt het jongetje. Je wordt begeleid. Dus volg je intuïtie. Ja? Het kan zijn dat je met familieleden of met je partner of met je omgeving. Dat jij even niet ziet waar je naartoe moet. Of wie je kan vertrouwen of wat dan ook. Maar volg je intuïtie hierin. Oké? Dan heb ik vernieuwing. Door te mediteren zal jij je helemaal vernieuwd voelen. Omdat je dan meer rust krijgt in jezelf. Jouw licht gaat meer schijnen. En je zal meer liefde gaan voelen voor jezelf. De zelfliefde. Dus ga meer mediteren. Ga meer je rust pakken. Zwaarmoedigheid. Je zal je best wel heel erg zwaar voelen. In de periode van... spirituele groei. Dan voel je niet lekker in je vel. Je voelt je heel zwaar, heel beladen. Maar
Je komt er echt wel uit en er komt echt een nieuw begin aan voor jou. Wat ik hier zie is dat jij heel erg eenzaam voelt. Ja, je voelt je heel erg eenzaam. En je zou graag een zielsverwant of iemand willen die jou helpt en begeleidt. Ja? Dan heb ik hier de boodschapkaart. De aquamarijn is weer gekomen. Wacht even. Ik ben vergeten de boodschapkaarten te doen. Even kijken. Dan ga ik gewoon even hier tussendoor even doen. Ogenblikje, ja. Pauze doen. Zo, ik ben er weer. Sorry, maar ik had de boodschapkaarten dus niet gedaan. De boodschapkaart voor de kreeft is fluoriet. Natuurlijke schoonheid en echtheid. Wees jezelf. God gaf je een natuurlijke aantrekkingskracht en een liefdevolle uitstraling. Dus wees jezelf. Zie de schoonheid uiterlijk en ook innerlijk van je. Hoe God jou geschapen heeft. Daar mag jij gewoon op vertrouwen. Je bent goed zoals je bent, ja? Wees gewoon jezelf. Dat is het allerbelangrijkste. En de edelsteen fluoriet gaat je daarbij helpen. In de maand december. Dan heb ik hier een verandering van werk. Je carrière maakt een sprong waardoor er positieve veranderingen plaatsvinden in je dromen. Belangrijke zaken, passies en levensdoel ondersteunen. Vertrouw erop dat deze veranderingen je zullen helpen de oude achter je te laten en de nieuwe welkom te heten. Je wordt bij elke stap op het pad ondersteund. Ja, dus het kan zijn dat jij misschien een ander werk gaat krijgen of dat je een ondernemer wordt of een praktijk neer gaat zetten. En waardoor je veel meer met passie te werk gaat en daardoor de verandering nodig is voor jou. Dus dat zou best mogelijk zijn in de maand december. Dan heb ik hier een mooie affirmatiekaart. I let go of all expectations. Ik laat alle verwachtingen los. Laat alle verwachtingen los. I flow freely and lovingly with life. Ik ga met de flow mee en met liefde met het leven. I love myself. Ik hou van mezelf. I know that only good awaits me at every turn. Ik weet dat alleen het goed op me wacht. Elke keer. Ja? Dus laat alle verwachtingen los. Ik hoop dat je hier wat aan deze boodschappen had. Laat me in ieder geval weten hier onder deze video. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht jij een van mijn diensten willen, laat me dat weten via mijn 06-nummer via de WhatsApp. En dan maken we zo snel mogelijk een afspraak. Ik wens je voor nu fijne kerstdagen. Doei doei!